Het is rust hier in Porto bij Nederland tegen Duitsland. De Duitsers leiden met 1-0 en Johan Cruijff, dat is toch verdiend ook als je kijkt? Het is verdiend. Die mensen hebben ook niet veel gedaan. In ieder geval hebben ze een paar keer op kool geschoten, een paar redelijke aanvallen gedaan. Middenveldspel een stuk beter. Nederland heeft weinig of niets gedaan. Waarom gaat het niet goed met het Nederlands ploeg? Ja, dus 2 minuten is dat heel moeilijk uit te leggen. Maar probeer ervan uit te gaan dat er dus geen afstemming is van de kwaliteiten. Je ziet dus dat David iemand is die dus moet lopen. Maar dat is Sende ook en dat is Bronkhorst ook. Dus ze lopen eigenlijk tegen elkaar op. Bijna elke aanval. Ze lopen tegen elkaar op. Het is niet zo dat de een het ene kan en het andere en een ander iets anders, waardoor je het elkaar aanvult. Ja, wacht even, je zegt hiermee dat de opstelling niet goed is. Nou, het heeft dus niks met 4-3-3 te maken. Het is meer eigenlijk Davids en Cocu in het midden. En logischerwijs, omdat ze bijna linksbenig zijn, gaat hij automatisch, Cocu speelt iets meer naar links. Is natuurlijk ook logisch, hij heeft er meer linksbenen voor. En dat elftal valt dus alle kanten op. Je ziet dus ook weinig combinaties. Combinaties kan niet, want alles speelt bijna in één lijn. Het is nooit een combinatie die alleen spelen. Als je dus een goede veldbezetting hebt, is dat er dus niet. Dan lukt het nooit. Dat klopt eigenlijk. Van der Vaart speelt dus diep. Bijna de hele wedstrijd veel te diep. Want de kans wie die krijgt, ik weet niet, ik geloof dat hem direct nog krijgen. Ja, straks, ja. Die komt vanuit het niets. Twee mensen missen hem en dan krijgt hij het vallen voor zijn voeten. Het heeft niets met de combinatie te maken. En voor de rest denk ik dat hij nog geen bal aangeraakt heeft. Met andere woorden, hij staat dus niet waar hij staan moet. Wie ook geen bal raakt is de defensie van Oranje bij het doelpunt van Duitsland. Althans, daar leek het op. Laten we even kijken naar het doelpunt. Ja, zijn eigen goal inlopen. En ik denk dat helemaal niemand hem aanraakt. Ja, grote belangrijke vingertoppen misschien. Maar goed, iedereen loopt naar zijn eigen goal toe. En dat is en dat is altijd een probleem, want je kan hem moeilijk dan wegkoppen. Ja, maar wacht even, die bal moet toch gewoon... Het is niet goed verdedigd, maar goed, het zijn momentopnames. Dus een doelpunt, en dat is natuurlijk erg genoeg. Maar het heeft natuurlijk niks met het voetbal op zich te maken. Dat voetbal op zich is natuurlijk zwakker als dat je zegt, nou, iemand maakt een fout. Wie dat dan ook is. Een sterk moment van der Vaart. Hij zat er bijna in tegen het einde van de eerste... Ja, maar als je dan ziet, niemand weet wat hij doen moet. Kijk, je ziet niet eens een rood oranje shirtje in de buurt. Nou, als de uiter niet meer weten wat er gebeurt en dan gaat schieten, dat kan niet ook goed uit de draai schieten. Maar het heeft natuurlijk niets met voetballen te maken. Nu lopen er 3 mensen, niets met voetballen te maken, zoals die kans ontstaat bedoel je? Ja. Dit niet uitspelen, ja ja, oké. Kluivert, Overmars en Sneijder lopen warm. Ja, ik zou niet weten wat je daarmee op moet lossen of wie je eruit haalt of wat je eruit haalt. Ik denk dat ik vermoed dat hij in het midden gaat spelen. Sterker nog, hij is als enige op het veld. Ja, dus hij zal in het midden gaan spelen, denk ik. Ik zou niet weten wie er dan ook uitgaat. Ik zou het voorlopig niet weten wat de bedoeling is. Misschien, kom op, je weet, zou het, misschien dat hij zegt, haalt Sende eruit. En dat Van der Vaart in het midden gaat spelen. Wat zou jij doen? Ja, het is natuurlijk vrij moeilijk de boel nu aan te passen. Maar in ieder geval komt er een rechtsbenige speler erbij. Dus dat het een beetje meer evenwicht. Maar alleen is nu de vraag, waar komt hij te lopen om dat evenwicht te herstellen? Dat zullen we nog moeten afwachten. Want er zijn dus vele mogelijkheden. Het ligt er gewoon wie eruit gaat. Ja, en Kluivert dan, als hij loopt warm, in plaats van... Want dat koppelt het. Ja, maar ook dat levert dus voetbaltechnisch gezien en veldpeltechnisch gezien levert dat niks op. Dus ik weet niet, ik zou niet weten wat er gaat gebeuren. Niemand weet het. We gaan het zo zien. Okay. We zijn zo bij u terug voor de tweede helft.